Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 25 april van Weerplaza. Het is nogal wisselvallig. Afgelopen nacht is een storing voorbijgetrokken met wat regen. Vanochtend is het in het oosten van het land nog plaatselijk nat. Vanuit het westen klaart het op en breekt de zon door. Vanmiddag zien we een afwisseling van zon- en wolkenpartijen. Lokaal valt er een enkele bui en de temperatuur ligt tussen de 14 en de 16 graden bij een stevige westelijk wind. De wind neemt vanavond af naar matig windkracht 3 tot 4. Er kan nog een enkele bui vallen, vooral in de kustprovincies. En de temperatuur daalt naar 10 tot 12 graden. En morgen is het ook nog wisselvallig met zonwolken en een paar buien. De buien die verdwijnen in de loop van de middag en dan klaart het breed op. Het wordt 11 tot 15 graden bij een matige westelijke wind. Op Koningsdag is het wisselvallig, vooral landinwaarts blijft het langer tijd droog. In de kustprovincies kan een enkele bui vallen en het wordt 12 tot 17 graden. In het weekend is het wisselvallig met een paar buien en 12 tot 16 graden. Ik ben Diana Hoey van Weerplaza.